Wel, ik vind dat het eigenlijk een non-beleid is. De ECB is al maanden aan het zeggen, kijk, we gaan de rentevoeten op een laag niveau houden. Inderdaad, ongeveer 0,5%. Maar op dit moment zit een groot deel van de eurozone in een recessie en de ECB doet niks meer. Ik verwacht eigenlijk dat een centrale bank op zo'n moment zoals nu, met een recessie, in vele landen negatieve groei, ook in Nederland, werkloosheid die overal stijgt, een krapte aan bankkrediet en de ECB doet essentieel niks. Ik zou zeggen, de ECB moet nu handelen. En dat kan gebeuren op verschillende manieren. Eén, in een aantal Zuiderse landen komen de markten van overheidsobligaties weer onder druk. De rente stijgt daar. Wel nu, de ECB die verleden jaar heeft aangekondigd dat ze bereid is in momenten van crisis staatsobligaties op te kopen, moet dat vandaag dan ook maar doen. Ze heeft beloofd van dat te doen, door tijd dat ze dat ook doet, zodanig dat daar liquiditeiten in die obligatiemarkten kunnen ingespoten worden en die markten weer gekalmeerd kunnen worden. Zodanig dat ook de economie wat zuurstof krijgt in die landen. Dat is dus één pad dat de ECB zou moeten bewandelen. Het andere heeft te maken met het feit dat de banksector in vele landen nu geblokkeerd is. Veel van die banken zijn nog niet hersteld van de vorige crisis en willen maar heel weinig krediet toestaan aan bedrijven en huishoudens. Wel nu daar ook kan de ECB een handje toesteken door zelf in die markten op te treden, liquiditeiten, kredieten te verschaffen, in samenspraak bijvoorbeeld met de Europese Investeringsbank, om op die manier vooral de KMO's wat zuurstof te geven. Dus dat zijn twee middelen die zouden kunnen aangesproken worden, maar de ECB doet niks. En dat heeft vooral te maken met het feit dat er geen consensus is binnen de ECB. Een aantal van die landen zijn daartegen. En dus het gebrek aan consensus heeft tot gevolg dat er een totale verlamming is van het beleid. De ECB zou daar wel iets kunnen aan doen. Door al die maatregelen van liquiditeitsverschaffing waar we het daar net over hadden, zou die ECB ook kunnen voor zorgen dat de euro wat verzwakt in de markt en op die manier dan een kleine stimulans geven aan de export. Maar dus, de ECB vertikt dat te doen. Het gevolg daarvan is dat we eigenlijk niet echt moeten rekenen op een sterke groeistimulans komende van de export. Misschien moeten we wachten tot de verkiezingen in Duitsland zijn geweest. Dan kan er misschien weer veel meer. Ik heb twijfels over het feit of die Duitse verkiezingen daar veel zullen aan veranderen. Mij lijkt het dat wat ook de uitslag zal zijn van die Duitse verkiezingen, de consensus in Duitsland dezelfde blijft. Voor wat betreft het budgettair beleid. Dat is daar in Duitsland zodanig een deel van, hoe zou ik zeggen, het collectief geheugen van het land. Namelijk dat schuld slecht is, vooral overheidsschuld. En dus dat die begroting in evenwicht moet zijn, wat er ook mogen gebeuren. En ik denk niet dat dat eigenlijk fundamenteel zal veranderen. De enige manier waarop het zou kunnen veranderen is als Duitsland ook in een recessie terechtkomt. Dan pas zal de Duitse overheid zeggen, ja, het is misschien tijd om ook wat te gaan stimuleren. Maar vandaag zullen ze dat niet doen. Ze zien absoluut geen reden waarom Duitsland een stimulans zou moeten inbrengen. En dat zal ook niet veranderen met een nieuwe coalitie. Alleen indien Duitsland in een recessie terechtkomt, dan pas zal het veranderen.